Hallo iedereen, mijn naam is Willem en welkom bij LRDX Cars. Vandaag ben ik bij Ferrari FMA hier in Antwerpen voor te komen kijken naar welke wagens hier in de mooie showroom hebben staan. En zoals jullie kunnen zien, staat er hier al een heel speciale Ferrari Approved wagen achter mij die hier te koop staat. Natuurlijk geen nieuwe wagen meer, de Ferrari 360. Maar geen gewone Ferrari 360, de Ferrari Challenge Stradale, het circuit model van de Ferrari 360. Een heel mooie gele kleur. Ik zal er wat meer over vertellen. Ook staat er een 812 en een F8 Spider nog. Ook in deze video laten zien. En kijk zeker mee. Dus ik zal zeggen, we beginnen bij deze 360 Challenge Stradale. De favoriete wagen van een andere automotive YouTuber, die jullie waarschijnlijk wel kennen, Sintro Glass van Londen. En ik snap wel waarom. Dit is nou de echte oldschool circuitmodel van de 360. Echt heel mooi geluid. V8 middenmotor met 425 pk. De coole tricolore streep over de wagen. Een van de bekendste features van de Challenge Stradale. Die we kunnen herkennen. Sommige nemen we natuurlijk ook zonder streep, dus dan is dat wel moeilijk om te herkennen. Dus jullie zien nog niet zo'n heel grote inlaten. Dat tegenwoordig bij alle wagens. Kleine luchtkanaal daar. Koplampen nog, niet zoveel aan de hand als tegenwoordig bij de nieuwe wagens. Mooie Scuderia Shield, de carbonen buitenspiegels voor gewicht te besparen. Niet echt een heel brede zijskirt ofzo, maar wel weer een luchtkanaal. Toen dacht ik er ook al aan voor de wieldruk, voor de warmte in de wielkast te laten weggaan. Een klein luchtkanaal weer voor de mooie Ferrari motor die je hier kunnen zien liggen. Het is super bij Ferrari dat ze het openmaken, dat je de motor kunt zien liggen. V8. Extra luchtkoelingskanaal. En ze blazen ruimte om de warmte te laten weg. Je kan volledig open doen natuurlijk. Challenge Stradale aanduiding. Twee uitlaat langs beide kanten. Heel sportieve geluid. Ook al toch wel een heel open en sportieve diffuser. Toch anders. Foto als je het echt ziet, dan let je er nooit. Foto's dan let je er nooit zo op. Je ziet dat het toch heel open is. De lucht kan er zo rechtstreeks doorgaan om de achterkant op de grond te duwen. Dat natuurlijk een achterwiel aangedreven wagen is. Ook wel handig is, al een grip van achter kan gebruiken. Ook volledige open meshgrill van achter om voor de warmte te laten weggaan. Motorruimte. Rensinghors, Ferrari. Heel cool. Ook een heel mooie buitenkleur, je ziet ze niet vaak. Ik denk dat het Giallo Modena is. Meestal is het natuurlijk Rosso Corsa, de Ferrari kleur. Ik denk niet dat er veel Challenge Stradale is de Giallo Modena buitenkleur hebben, dus speciaal zijn ook de binnenkant. Dus mooie Alcantara afwerking natuurlijk bij de race modellen van Ferrari, de track focus modellen. Die gebruiken zoveel Alcantara aan de binnenkant, dus lichter, sportiever. Mooie rode afwerking ook in de vierpunt gordels zoals jullie kunnen zien. Ook de bedoeling is om die op circuit gereden wordt, de volledige, middenconsole is carbon, de flippers aan het sturen in carbon. Heel leuke wagen. Contacteer zeker Ferrari FMA hier in Antwerpen als je geïnteresseerd bent in deze toch wel unieke Ferrari. Echte klassieke Albina. Ik denk dat ze in de toekomst alleen nog maar meer gewild gaan worden. De voorganger van de 34 Scuderia.
de 458 speciale en wel de 488 piste ook. Als deze 360 challenge medaille. Dus ja, echt een collectors wagen. Dan komen we verder en dan zou ik ook nog deze Ferrari 812 wel laten zien achter mij. Jullie zien de 812 Superfast, de V12 flagship van Ferrari. Ik denk dat het bijna gedaan is met de V12 motoren bij Ferrari. Ze hebben ook nog de raceversie van deze 812 uitgebracht, die waarschijnlijk de laatste gaat zijn. Het is ook nog de 812 GTS, de cabrio, maar ik denk dat ja, dit laatste jaar gaat zijn dat de V12's bij Ferrari in productie gaan zijn. Dus we zullen ze zeker missen. Ik denk de meeste merken die zullen wel overgaan naar hybride. Toch de looks van de lange neus met de V12 blijven toch fantastisch. Ik zal er een klein toertje rond geven voor jullie om meer over te vertellen. De buitenkleur is Blue Tour de France, een bekende metallic buitenkleur bij Ferrari. Ook een paar leuke details in de carbon lip. De aluminium remklauwen bij het wieldesign te matchen met de zilveren cap ook in het midden. Geen normaal is het bij andere vrouwen, zoals wat is in de gele cap. Hier is de zilveren die terugkomt. Bij de velgen te matchen. Lange neus met de V12 motor. Koele. Extra lucht. Kanaal. Ook wel de wieldruk te laten weggaan. Mooie carbon sideskirt. De binnenkant is afgewerkt in een Koyo interieur en een Ten interieur. Het zwarte upper dashboard en de tentstoelen. De carbon flippers aan het sturen. Dus nog een extra luchtkanaal. En de lucht zo ingaat, hier weer uitgaat, ook over de kont op de grond te drukken of de weg te houden. Volledig carbon diffuser van achter. Heel mooi. Het middendeel is in de buitenkleur, aan de zijkant in het carbon. De twee uitlaten langs beide kanten. De 800 pk sterke V12 kunnen horen. En we hebben ook de tricolore striped detailing achter de koffer. Ook omdat het een GT is met de V12 van voor, toch een kofferruimte van achter al zeer handig is. Een mooie wagen. Tegenwoordig zijn het altijd de dubbele achterlichten, net zoals bij de F8. Ben ik overgeschakeld naar mijn gsm. En natuurlijk de batterij niet eeuwig meegaat. Maar goed, de kwaliteit van de gsm is ook al super is geworden. Want ik zou natuurlijk de F8 Spider en de 458 Italië ook eens aan jullie willen laten zien. Ik was eigenlijk bezig met de 812. Echt heel mooi, de donkerblauwe buitenkleur met ten interieur. Heel classy spec, zoals ik zelf ook van hou. Donkerblauw met bruin. Heel mooie wagen. Ja, we zullen ze zeker missen, de V12's op de weg. Het geluid. Ja. Maar ja. Kunnen misschien nog wel ooit in de toekomst de tweedehands kopen. Dan was ik hier ook nog vergeten te vertellen, extra lucht inlaat van naar de motor toe te gaan. De motor ligt van voor, het is bijna middenmotor vooraan. De motor ligt meer hier, tot aan de cockpit zelfs echt al. Maar voor de gewichtsverdeling van de wagen. Natuurlijk stabiel te houden voor circuitgebruik. En dan voor de mooie grote grill met de Cavallino, de Prancing Horse. Overal lucht inlaten.
deze binnenkant kunnen jullie ook nog aan het carbon nemen. Nog nieuw kunnen bestellen natuurlijk. Ja, metalen kleur is toch wel heel mooi. Nog vertellen was van achter, heeft hij niet echt een spoiler. Toch een beetje deze soort van spoiler effect van de lip die creëert. Volledig buitenhangende diffuser. Zou je kunnen zien met de vinnen. Ik denk ook dat je de Active Aero heeft. Met de flappen die nog mee bewegen. Afhankelijk van hoe de auto stuurt. Snel door de bocht gaat. Je kan deze flappen mee naar beneden. Voor extra downforce te bieden door de bochten. Een circuit wat handig is. Ja, heel mooie wagen. Ik kom zeker hier naar Ferrari FMA in Antwerpen als je geïnteresseerd bent in deze wagen. Of in een van deze wagens zelfs. Dan gaan we verder. We komen bij een Ferrari F8 Spider, de laatste nieuwe V8 middenmotormodel. Ik denk ook dat bijna de laatste alleen V8 aangedreven Ferrari gaat zijn, want de 296 GTB is ook al uitgekomen met de middenmotor, en dan met de V6 middenmotor en de hybride assistance. Dus ja, ik denk ook dat ze deze F8 weer alleen maar dit jaar nog gaan maken. Misschien het Spider model nog een jaar langer, maar ik betwijfel het met de emissies. Ik kan er ook niet aan doen, jongens. Het is helemaal zo. Ik vind het ook spijtig, maar we zullen ze tweedehands moeten kopen, dan is niet erg. Vooral de lucht inlaten. De neus op de grond houden. De extra lucht inlaten hier. De S-duct, de lucht er hieruit weg kan. Door de neus op de grond houden. Hoge bocht, of er snelheid door bochten gaat. Zeker de grip van voorhoud. Hier ook nog een extra lucht inlaat. Lamdesign. Speciale, ik denk Grio Titanio, want er langs is Grio Silverstone. Is Grio Silverstone, dit is Grio Titanio, denk ik. Metallic Ioni, dat de naam is. Een zilvergrijze metallic buitenkleur. Ook leuk design van velgen. Een soort van sterdesign. De carbonne remmen. Gele remklauwen. Details hier, vind ik. Anders niet ziet als je zomaar op foto ziet, zijn deze kleine vinnetjes. Voor de lucht die van voor erin gaat, hier laten kunnen weggaan. Kleine vin langs de zijkant. Geen volledige sideskirt. Ja, de 8,5 is telk ook al niet goed te vergelijken, maar toch niet zo. Dan ook speciale design van deuropening, die de wind weer zo geleidt, zoals ik alles vertelde bij de vorige R8 Spider video. Dan een heel heel mooi interieur, vind ik, de Koya lederen interieur met de Daytona Racing Seats, met het witte steeksel, de witte cavolino van boven op de stoelen. En de carbonnen stuur, volledig carbonnen stuur, ook volledige carbonnen afwerking die zo langs de auto gaat. De flippers zijn niet in het carbon en de middenconsole ook niet, maar toch een mooie leren afwerking. En deze grote luchtinlaten naar de 3.9 liter V8, die we natuurlijk hier niet zien, dat een Spider model is. De kant gaat zo omhoog, door het dak zo inklapt. Een hardtop, misschien stoffenkap, natuurlijk veel mooier is, vind ik persoonlijk. Waardoor als de kap dicht is, de wagen eigenlijk gewoon een coupé model lijkt. En die direct opvalt, een Spider is. En je hebt natuurlijk ook altijd een leuke mogelijkheid. Zoals je hier ziet, ook al is het dak erop, dat je het raampje van achter een beetje naar beneden kan laten zakken. Waardoor je de V8 motor natuurlijk veel beter kan horen. Ook altijd heel fijn is. Nog meer de
geluid naar binnen haalt in de wagen. En natuurlijk met het turbocharge model tegenwoordig het geluid al veel minder is tegenover de 458 die er langs staat bijvoorbeeld. Was nog een echte natuurlijk aangedreven V8. Deze R8 is al een turbocharge, net zoals bij de 488. Ik kom vandaag er toch bij een heel mooie achterkant, vind ik, de sportieve diffuser met de Active Aero. Mooie twee uitlaten, de mesh grill, de zijkant waardoor de warme lucht weg kan in de motorruimte. Ik heb weer de twee achterlichten zoals bij de F8. Dat vind ik wel mooi. Kleine spoiler effect gecreëerd, een kleine opening. Extra cool roosters. Deze ook weer extra voor de warme lucht laten weggaan. Motorruimte. De F8 heeft 720 pk. Toch echt wel zeer veel is voor een middenmotor sportwagen. Ik denk dat je wel 2,9 van 0 tot 100, 2,9 seconden van 0 tot 100 en een top van 330 zal hebben. Ja, kan niet anders met 720 pk. Onderlangs zit ook nog een Ferrari 458 Italia. Een van mijn persoonlijke all-time favorieten. Dat natuurlijk, zoals ik al juist zei, de laatste natuurlijk aangedreven V8 motor is van Ferrari. Ze hebben ook nog wel een speciale model uitgebracht van de 458. Meer het Track Focus model, wat echt de laatste was. Net zoals bij de 360 Challenge Stradale die we juist gehad hebben. Ook een Track Focus model is. Maar deze is meer toch voor alledaagse weggebruik. Mooi design. Ik denk ook een van de laatste wagens gedesigned door Pininfarina. Ik denk dat de samenwerking van Ferrari en Pininfarina ongeveer met de 458 ook gestopt is. Zoals jullie kunnen zien, de aanduiding langs de zijkant van Pininfarina. Dat ze nu tegenwoordig ook vooral zelf wagens bouwen. Zoals we al eens gezien hebben, de Pininfarina Battista. Daar hebben we nog wel geen review over gedaan, maar op Instagram kunnen we er wel foto's en op YouTube ook een kleine tour om terugvinden. Dan kom hier deze leuke flappen die meebewegen. Afhankelijk van de snelheid, hoe sneller het gaat, hoe verder ze naar beneden gedrukt worden. Door weer meer lucht naar de wagen toe kan. Deze zwevende Cavallino hier. Weer een extra lucht inlaat. Hier de neus op de grond houden. Hier heel subtiel design langs de voorklep waar de koffer natuurlijk zit. Kleine luchtrooster gecreëerd. Heel mooi design van koplampen, vind ik. Weer een extra luchtkanaal. Ik denk voor de lucht in de voorwielkast te laten weggaan. Ook mooi, omdat de buitenkleur grie op Silverstone is. Een soort van matchende grijze velgdesign. Met de Brembo carbonen remmen. Gele remklauwen. Ja, Scuderia Shield. De pinkers aanleiding aan de zijkant. Je ziet ook zelfs de spiegel is aerodynamisch gebouwd met de lijnen op. Aan de binnenkant een mooie Koyo. Zullen jullie wel weten dat ik dat graag zie, een mooie Koyo interieur. Je tan, mooi bruin, classy. Nog niet zo heel sportieve kleine sideskirt. Dan hier weer extra lucht inlaten naar de radiators toe. Ik weet niet of jullie ze er goed doorzien. Radiators voor deze mooie 4,5 liter V8 om 570 pk. Mooi kunnen doorzien. Extra luchtkoeling roosters. Warme lucht te laten weggaan hier in de motorruimte. Met hoge temperaturen buiten en ook als je sportief rijdt natuurlijk heel warm wordt daar. Zoals jullie zien, niet meer de, of ja, niet meer, daarvoor was de single achterlicht, tegenwoordig zijn de dubbele. Wat ik wel zeer mooi vind, zijn deze
enkele achtergelichten die open zijn langs de bovenkant. Dat is toch ook wel een sportieve diffuser. Denk wel nog niet met de Active Air natuurlijk. En dan een heel leuke touch vind ik de 3 uitlaten in het midden. Je ziet het natuurlijk niet vaak, meestal zijn het 2 langs beide kanten of 2 in het midden. Maar deze heeft er 3. Toch wel heel cool is. Komt denk ik wat terug van de Ferrari F40. Die had er ook 3 in het midden. Heel mooi. Leuk mesh ook weer achter de radiator. Om warmte te laten weggaan. Ja, heel mooi wagen. Staat hier te koop. Bij Ferrari FMA in Antwerpen. Ik zal eens voor jullie kijken voor hoeveel. 149.500 euro. Dus nog wel zeker zijn geld waard. We zien overal hoeveel kilometer mee gereden is. Dat kan ik nu niet direct terugvinden, maar ik denk het niet. Ik had het zelf al eens opgezocht, ik was hem al eens tegengekomen. Ik zelf ook graag kijk voor wagens. Dromen mag natuurlijk. Ja, ik kom er zeker kijken. Er is veel interesse voor deze wagen, dus ik denk niet dat hij nog heel lang te koop zal staan. Zeker langs hier bij RMA in Antwerpen. Dan zou ik jullie allemaal nog heel graag willen bedanken voor te kijken naar deze video van Ferrari FMA hier in Antwerpen. Toch weer een paar leuke wagens gezien, zoals de 458, de F8 Spider, de 812 Ferrari en de 360 natuurlijk niet te vergeten. Dat was zeker de moeite. En dus zeker een duimpje omhoog als je een Ferrari fan bent en als je meer Ferrari content wilt zien. Abonneer dan zeker op mijn kanaal, want het is natuurlijk ook een van mijn favoriete merken. Dus we zullen nog veel video's gaan maken voor deze prachtwagens. En tot de volgende video. Doei!